Nou, een eenvoudige manier om een mobiele app te bouwen. Je uitgangspunt is een website die responsive is, die zich aanpast aan de grootte van je scherm. Dus als je die website met een telefoon zou bekijken, dan ziet hij eruit als een nette mobiele app op je telefoon. Nou, je moet een Android-telefoon hebben, die zien we hier. En dan ga je naar de browser. Ik gebruik Chrome op mijn telefoon. En ik ga naar de website apk, nee, web2apk.com. Naar die website ga ik vanaf mijn telefoon dus. Nou, dan krijg ik heel veel tekst te zien. Dit hebben we helemaal niet nodig. Mag je wel lezen hoor. Gaan we niet doen. Ik zoom even in. Menu linksboven helemaal. Daar heb je de Create App menu item. Nou, daar klikken we op. En dan krijgen we het volgende schermpje te zien. Je moet drie dingen toevoegen en dan kun je al een app creëren. De eerste is de URL van je website. Dus je moet je website gepubliceerd hebben op het internet. Dus je moet bereikbaar zijn via een gewone browser. Nou, dan stop ik dan de URL van je website, stop je daarin. En nogmaals, die website moet dus wel responsive zijn. Die past zich straks aan de grootte van je app, aan de grootte van het scherm van je telefoon. Nou, dewebmeester.nl is een responsive website. Dan moet ik een naam geven aan de app. Dat is de naam die op het startscherm van je telefoon straks genoemd wordt. Ik doe maar even wat. Nou, de webmeester natuurlijk. En dan moet ik een icon kiezen. Een afbeeldje. Nou, dan kan ik gewoon kiezen. En dan gaat hij zoeken op de telefoon. Even kijken. Nou, dan zou ik in dit geval naar documenten gaan. Ja, niet naar camera dus. Ja, soms heb je in de camera een knopje naar de gallery. Die zie ik hier nu even niet. Dat lijkt me niet handig. Nee, gewoon weer terug. Dus ik kies bestand kiezen. En dan ga ik naar documenten. Dan ga ik naar de browser op mijn telefoon. Naar de verkenner op mijn telefoon, sorry. Ik klik op afbeeldingen en dan moet er in mijn afbeeldingen map een icon staan. Nou, even zoeken of ik die toevallig heb. Heb ik niet aan gedacht. Maar het is belangrijk dat je dus voordat je dit gaat doen, een icon hebt gemaakt of hebt gedownload. En dan heb je dat je op je telefoon hebt gezet natuurlijk. Kun je aan jezelf toesturen op de mail en dan de mail van je telefoon openen en opslaan in je downloadsmap of zo. Nou, laat ik maar eens even een simpele foto of zo, die roze auto. Hop, dat wordt nou de icoontje. Dat is dus wat je ziet, het plaatje op je telefoon straks. Nou, dan heb je ook nog de geavanceerde instellingen. Dan heb je de welkomscreen. Nee, je kunt ook de oriëntatie van je telefoon kiezen. Dus is het rechtop of ligt die? Nou, een website is meestal liggend, maar in dit geval een telefoon. Laat me verticaal doen. Kijk, wat ik hier kan invullen is een soort pop-up die de gebruiker ziet als hij straks de app opent op de telefoon. Welkom bij onze app. Nou, daar kan ik eens wat meer van maken. En hier komt een heel verhaal. Kan ik een hele beschrijving doen van de app, wat ze dan kunnen lezen terwijl ze ondertussen die website geladen wordt. Dus hier plaats je gewoon de eigen beschrijving van je app. Zo, ja. Nou, dat hoef ik natuurlijk hier niet in te schrijven, maar dat zie je straks dus op het startscherm als ik de app laad op een telefoon. Nou, de anderen kunnen nog meer teksten kwijt voor mocht het geval zijn dat je geen internetverbinding hebt, dan geef je een waarschuwing. Ik laat het even in het Engels staan. En dan klik je op Create My App. En ik krijg een error en denk dan niet, oh, het werkt niet, want het werkt wel. Kijk, we zoomen even in op de error. Wat is dan de fout? De fout is dat je dus een icon, als je die gebruikt, dat moet dus in PNG formaat zijn. Ongeveer 72 bij 72 pixels groot. Nou, mijn foto was dan volgens mij JPEG formaat, dus sowieso gaat dit niet werken. Dus dat moet ik anders doen. Dus ik pak even een nieuwe tab in mijn browser, gewoon Google. Ga ik even googlen op. Ik zoek even een icoontje op. Dus ja, dat kan ik zo doen. Nogmaals, mooi is dat je eigen icon natuurlijk maakt. Dat kun je gewoon maken in Paint. Gewoon iets tekenen of iets maken. Nou, ik zoek even een meest simpel op icon web. De webmeester. Nou, zoiets. Ik kan natuurlijk ook filteren. Dus in ieder geval PNG klik ik. Heb ik nu gefilterd. Dat is een PNG bestand. Ook kleurtjes kan ik filteren. Ik gebruik veel blauw altijd en allerlei dingen. Nou, kijk, een blauw icoontje. Ja, met al die dingen moet je natuurlijk altijd opletten. Mag je die icoontjes zomaar gebruiken of zit daar een licentie op?
Nou, in dit geval gaat het om iets te laten zien, dus ik ga dit niet publiceren. Dus ik moet even een eenvoudige icon downloaden. Er staan geen formaten bij, helaas. Dus iets van 72 bij 72. Als je dit nou vanaf je computer doet, via Google Afbeelding, dan kun je gewoon filteren op de grootte van afbeelding. Kies je filter op 72 bij 72. Nou, die zie ik hier niet bij zijn, dat filter. Nou, kom, niet te moeilijk doen. Gewoon eentje kiezen. Hops, deze doen we. Ja, ik vind hem mooi. Nou, klik er even wat langer op. Zo. En dan kan ik dus kiezen om hem op te slaan. En dan wordt hij opgeslagen en in mijn telefoon gaat hij automatisch naar de downloads map. Dus daar zit nou mijn icoontje wat ik kan gebruiken. Daar is hij. Kijk. Ja. Zeg, nou, dat is wel oké. Nou, dan ga ik terug. Hier, ik ga gewoon de browser een stap terug. Dus dan gaat hij weer, laat hij het scherm. En wat blijkt dan, vertikken me, dat ik dus ook de gegevens die ik heb ingevuld, die staan er nog steeds ingevuld. Ja, netjes, mooi zo. Nou, dan moet ik een bestand kiezen voor mijn icon. En dat wordt dus nu weer naar vier documenten. En dan moet ik niet naar hier zijn, maar dan moet ik naar de map downloads gaan. En dan zie ik mijn download PNG, dat is dus het PNG dingetje. Nou, kijk, geavanceerde instellingen. En daar staat ook nog steeds de tekst die ik net heb geklikt. En dan moet ik mijn app createn. Oh, dan klik ik op het verkeerde dingetje. Dat moet niet. Dus ik create mijn app. En nou, dan wordt die gemaakt. Kijk, je ziet direct dat die gemaakt wordt. En alle stappen laat je zien wat hij allemaal doet. En dan ziet dat het eraan toewerkt om een APK-bestand te maken. En dan kan ik hem opslaan. En dan zegt hij, ja, dit is misschien een waarschuwing. Maakt me niet uit, ik sla hem gewoon op. En nou, dan kan ik hem dus ook direct dan installeren op mijn telefoon. Hij is nu gedownload naar mijn telefoon. Kan ik hem ook wel installeren op mijn telefoon. Dit werkt dus ook voor elke andere telefoon. Dan klik ik op dat APK-bestand wat ik heb gedownload. Dan krijg ik een nieuwe waarschuwing. En voor de meeste telefonen geldt dat je dus het toest moet staan dat van een onbekende bron een bestand installeert. Nou, dan sta ik toe en dan vraagt hij direct, wil je de app De Webmeester installeren? Ja, dat wil ik. Nou, dat gaat hij dan doen. Wat me hier wel opvalt is dat mijn icon op een of andere manier toch niet meegekomen is in het APK-bestand. Nou, daar letten we even niet op. We gaan even hem laten installeren. Ja, hij is geïnstalleerd. Kan ik klikken op openen? Doe ik niet. Ik klik even op gereed. Want ik wil kijken of dat bestand, als ik nu naar mijn homescreen ga, mijn startscherm van mijn telefoon, of ik hem kan vinden. Hij is geïnstalleerd, zegt hij. Nou, meestal komen apps hier dan terecht. Zie je hem niet. Dan is die in ieder geval onder de map apps. Gewoon, hier zitten de apps. Kijk, daar is die. Laatste app die erin staat. Klik je erop. De webmeester. En dan krijg je een pop-up scherm. Hier plaats je eigenlijk van je app. Dat heb ik dus zelf net ingevuld. Hè? Dus daar had je ook een mooie beschrijving van je app kunnen doen. Als ik dan op klik, dan wordt dus mijn website geladen en niemand weet dat, ja, jullie wel nu, dat dit een website is. Maar het ziet eruit als een app. En als ik maar oplet dat die website dus responsive is, dus wat ik er doe, dat het past in het schermpje, dat hij zich aanpast aan het schermpje. Kijk, dan zal de chatbutton klikken en dan lijkt het alsof ik een chat app heb. Nou, die heb ik ook, die zit in mijn website en die toont zich nou op mijn telefoon. Nou, ik heb nu een complete mobiele app gemaakt van een complete website. Nou, jij nog. Succes!